mijn vriendin ging er vandoor op een dag in oktober. De bladeren vielen langs de bosrand, de bomen mager en sober. En zij lichtte haar hielen. Mijn vrouw weet niet meer wat met mij aan te vangen. Zij lijdt er zo onder, mijn betrekking, mijn kinderen, al onze belangen. Het interesseert me geen donder. Mijn vriendin verdween op de dag dat ik oorkleppen bestelde. De eerste sneeuw in de lucht. Nu zijn eindeloos wit tot de einder de velden. En ik ween en ik zucht. Ach, ik mis haar zo hevig, ik wanhoop bij tijden. Wat was toch de oorzaak? Mijn vrouw is ook nu de trouwe steun aan mijn zijde. Zij begrijpt wat ik doormaak. Mijn vriendin ging er vandoor of de duivel ermee speelde. Met mijn vaste vriend, met de man die ik minde, lief en leed mededeelde, met die uitgekiend. Zo ben ik in één ontrouw dus dubbel bedrogen. Het is toch wel sterk, zeker vrouwtje, ik waardeer echt al jouw lieve pogen. Het is niet het fijne werk. Mijn vriendin, ach ik weet het, ze hield het een beetje met mevrouw van hiernaast. Maar dat snap je als je hem ziet, het is nou eenmaal een kweetje. Het heeft mij nooit verbaasd. Het is hoopgevend dat nu met die specialisatie, als je lusten gewekt zijn, ze allround als je bent in elke situatie, afdoende gedekt zijn. Mijn vriendin, ik beminde er zoals ze voor me stond, met mijn pak aan, mijn hoed. We hadden elkaar lief van morgen tot avond, haar jurk stond mij goed. O, ik had al berust zonder haar door te leven, dat was nog gegaan. Maar net vind ik een brief door mijn vrouw zelf geschreven, ik ben achter haar aan. Wat rest mij nu nog anders dan een boek uit te geven bij de bezige bij? Ik zoek een rustige plaats waar ik kan schrijven en leven. Gorkum lijkt mij.